mensen, top dat jullie kijken en welkom bij deze comment video van vlog nummer 493. Heb ik hier bovenaan Robin Bouwman, die zegt: toch super tof als papa gewoon twee tanks thuis heeft staan, dat kunnen niet veel kinderen zeggen. Nee, volgens mij niet, inderdaad. Ja, ik ben benieuwd wat ze daar op school van zeggen. Ik bedoel, als ze dat vertellen bij het kringgesprek, dan vragen ze zich wel af hoe dat dan weer kan. Ja goed, ze kunnen natuurlijk ook gewoon video's kijken, dan weten ze hoe het kan, hè. Erik S3. Wat even starten en rijden zou gaan... wat even starten en rijden zou gaan worden, loopt toch uit op een volledige revisie. Ja, het was niet even starten en rijden. Hè. We wilden hem eigenlijk starten om te kijken wat er allemaal mee aan de hand zou kunnen zijn. Maar er zijn natuurlijk nou nog steeds dingen die we niet zeker weten. Bijvoorbeeld de versnellingsbak. Die hebben we niet opengehaald. Die willen we ook nog niet open gaan maken. Want dat is blijkbaar een behoorlijk draak om uit elkaar te halen. En ja, vooral terug in elkaar te zetten. Stuurkoppelingen en zo kunnen we allemaal niet testen. Dat zijn toch echt dingen, dat gaat pas als het ding rijdt. Dus daarom wilde ik hem eigenlijk graag starten en kijken wat er zou werken. En dan kunnen we al iets meer vertellen over de algehele conditie. Dat is niet gelukt. Dus dan moet toch alles uit elkaar. Wat ik wel wil doen is, voordat we alles terug erin bouwen, is de motor en de versnellingsbak in de testopstelling bouwen, samen gewoon met de radiateurs. En dan heel dingen laten lopen en alle functies bedienen. Dus want je kunt het sturen en zo kun je gewoon testen. Terwijl dat die naast het voertuig ligt. Dus dat is al wel een goede zaak. Maar ja, je kunt natuurlijk niet echt een belasting erop aanbrengen. Dus ja, die stuurkoppeling en zo, daar valt eigenlijk niet heel veel van te zeggen natuurlijk. Dat zal allicht werken. Maar ja, misschien zo gauw dat hij onder belasting moet draaien, dan gaat het slippen en dan werkt het niet meer. Dus dat zou zuur zijn. Maar goed, voordeel is wel, de stuurkoppelingen die kunnen er wel uitgehaald worden als de versnellingsbak is ingebouwd. Dus dat is dan weer wel een schrale troost. Maar het is wel veel makkelijker als hij ernaast ligt. Goed. Paul Terhaar zegt, complimenten voor het mooie camerawerk en de edit. Hey, nou... Dat is een goeie. Volgens mij is dat jouw werk, denk ik, of niet, Owen? Nee, van Ivo. Oh nee, van Ivo. Dat is waar, want jij was er niet. Oh, nou Ivo, complimenten, jongen. Hey. Kijk. Dankjewel. Hey, en jullie bedankt voor het kijken naar deze comments video. En voor jullie comments natuurlijk. En tot de volgende.